gefeliciteerd. Eigenlijk een walk over, hè? Ja, dat klinkt misschien gek om te zeggen, maar ik vond niet eens dat we heel goed waren. En dat is ook wel een beetje de verdienste van de tactiek die zij kozen. En ik vond dat wij het eerste kwartier er heel slecht mee omgingen. En dan zie je als we echt gaan korfballen, eigenlijk was voor rust al beslist, ja, naar mijn idee. Maar tot 5-5 ging het gelijk op, kwamen zij steeds op een voorsprong. Maar jullie maakten je geen zorgen? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, we hebben gewoon een fantastisch team. Dat laten we ook wekelijks in Nederland zien. En, dus in die zin maakte ik me over deze dag ook geen zorgen. Het is altijd wel weer de uitdaging om het even neer te zetten. En weer boven de 30 vandaag vind ik gewoon een compliment aan de ploeg. Dat ondanks dat we het best moeilijk hadden, weer boven de 30 is goed gedaan. Kun je uitleggen hoe groot het krachtverschil is tussen top en de rest van de wereld? Nou, ik denk dat wij nu momenteel een groep hebben die zo goed elkaars kansen weten te zien en te benutten. Dat we gewoon wel een uniek niveautje hebben, denk ik. En vandaag zie je de kampioen van België gaat er met 15 af. Ik denk dat in Nederland alleen PKC, KZ en Fortuna eraan kunnen ruiken. De uitdaging is om dit gewoon nog even vol te houden. En om met de groep ook hongerig te blijven. Om daar te zorgen dat we die successen blijven halen. Hoe belangrijk was deze wedstrijd nou voor jullie? Je weet eigenlijk van tevoren dat je al gaat winnen. Je ziet het ook aan de emotie na afloop, zeg maar. Het is niet te vergelijken met Ahoy. Nee, absoluut niet. Kijk, vandaag kun je eigenlijk niet winnen, denk ik. In de zin van, je bent favoriet. Iedereen verwacht dat je het maar even gaat doen. Maar zo makkelijk is het natuurlijk helemaal niet. Je moet het eerst maar eens weer eens neerzetten, doen. Aan het begin was het toch wel even hectisch. Nou, hoe blijf je daar als groep onder? En ik denk dat dat een enorme kwaliteit van ons is. Dat we heel rustig blijven en de wedstrijd langzaam naar ons toe trekken. Halverwege het zaalseizoen sta je met de top in Nederland weer bovenaan. Gaat het weer Ahoy worden? Nou, ik vind wel dat we dat doel hebben we ook met elkaar. Maar eerst moeten we ons kwalificeren voor de play-offs. En dan moet je het in 3 potjes weer uitmaken tegen een goede tegenstander. Dus wat dat betreft is het nog wel een uitdaging om dat gewoon weer vol te houden. En uiteindelijk de grote doelstelling opnieuw kampioen van Nederland worden. Absoluut, daar gaan we keihard aan werken de komende weken. Is top daar goed genoeg voor? Daar zijn we zeker goed genoeg voor, absoluut.